Leuk dat je kijkt naar het schaatsjournaal van vrijdag 12 februari. Ja, het ziet er prachtig uit, het ijs buiten. We hebben hier bij ons kantoor van Weerplaza sneeuwijs, maar ook het mooie zwarte ijs. En dat is op heel veel plaatsen in Nederland te zien. Kan op steeds meer plaatsen geschaatst worden. En ook het komend weekend lijkt het allemaal nog koud genoeg te blijven om te kunnen schaatsen op natuurijs. Waar je dit weekend goed op moet letten is waar je het ijs op gaat. Want ondanks dat de temperaturen vooral zondag wel boven nul komen, is er van dooi eigenlijk geen sprake. Het ijs blijft prima in conditie. Maar op plekken waar de zon fel tegen de zijkanten van het water en de waterpartijen staat te branden, zul je zien dat het ijs aan de zijkanten echt dunner en dunner gaat worden overdag. Daar moet je dus niet schaatsen, daar moet je ook niet het ijs op gaan. Nee, daar moet je echt vooral opletten dat je uit de buurt blijft. Want dat zijn de plekken waar je er zomaar doorheen kunt gaan dit weekend, ondanks dat het echt koud genoeg is. Ja, en het ziet er nou uit dat we dit weekend echt nog wel even een paar koude nachten kunnen verwachten, met temperaturen van min 10 en zelfs lager in het binnenland. En overdag komt de temperatuur vooral zondag wel boven nul. Maar echte dooi kunnen we het niet noemen. Na het weekend wordt het anders. We zien dan toch wel bij het grootste deel van de computerberekeningen de temperaturen ruim boven nul uitkomen. Maandag kan er overigens ook nog wat sneeuw of ijzel vallen. De dagen erna ligt de temperatuur ruim boven nul. Er is nog maar een kleine groep berekeningen die de temperatuur ook begin volgende week nog onder het vriespunt houden. Met dus een voortgang van het winterweer. Nou, die kans is op dit moment erg klein. Ook op de langere termijn zien we weer wat signalen dat de wind uit het oosten gaat waaien. Maar dan moet de kou wel weer opnieuw aangevoerd worden. En dan vordert de februari maand wel heel erg snel. Dus of dat nog iets gaat opleveren is nog maar de vraag. De schaatsthermometer staat op dit moment best hoog. Maar kan helaas dit jaar niet hoger komen. Dus plassen en meren, daar zijn we op uitgekomen. Maar dat zijn wel de plekken waar ook dit weekend op uitgebreide schaal geschaatst kan worden. Veel plezier!